Wat schaft de pot? Broodje Mario. Jij bent Mario? Nee, ik ben niet Mario. Ik ben Marco. Bram, in de buurt. We zijn hier weer in de buurt met weer een brandende vraag. En deze week is de vraag, wanneer heb jij een kort lontje? Wordt hij bijna doodgereden. Heb je wel eens een kort lontje? Ja. Ja? Wanneer? Altijd. Ik heb niet zo snel een kort lontje. Ben je niet agressief? Nee. Ja, van winkelwagentjes die ze midden in de Albert Heijn laten staan, tot mensen die niet de waarheid vertellen. Ga zo maar door. Ja. Mensen met vliestruien. Nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit op gelet. Heb je eigenlijk wel eens iemand een map verkocht? Dat hebben we allemaal wel, toch? Maar wat dan? Was het terecht? Op dat moment vond ik dat terecht. Maar nu niet? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet over nadenken. Het is al gebeurd. Heb je spijt? Nee. Je kan sorry zeggen, hè? Dat... Ik weet niet. Hoe heet hij? Nee, voor de rest doe ik nog geen uitspraak over. Henk. Ja, Henk. Henk, zit je te kijken? Hij wil het niet zeggen, maar het spijt hem zeer. Guys, where are you from? Sydney. Yes. Sydney, Alabama. Sydney, Australia. With kangaroos and... Yeah, Skippy. All them. Big crocodiles. Huge sharks. Yes. Crocodile Dundee. Bit of everything, mate. Yeah, yeah. Steve Irwin. He's dead. Yeah. Really? Yeah, mate. The crocodile man. Crocodile Hunter, yeah. He's dead. He died. Hebben jullie een kort lontje? Als ik aan het koken ben. Gooit u dan met pannen en... Met deurtjes. En wat vindt u daarvan? Ik zeg dan doe voorzichtig, want de keuken is al een beetje krakkemikkig. Ja, dat weet ik, want ik ben een keer bij jullie thuis geweest. Toen zei ik al van pas nou op met die keuken. Ja, klopt. Ja, maar ja, het heeft niet echt heel veel geholpen. Nee. Waarom gaat u daar dan mee door? Can we swear? Yeah. Oké, okay, fuck Canberra. Fuck Canberra. 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 Yeah. Sydney. Well. Fuck Sydney. Fuck you. Ook een kort lontje heb, af en toe. Ja. Hoe uitziet dat? Ga je slaan? Ja. Heb je wel eens iemand op zijn bek geslagen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ook niet de behoefte? Ja, misschien op school ooit vroeger dan. Ja? Ja. Wat vind jij van vuurwerk? Ja, dat vond ik wel altijd heel leuk, maar nu heb ik er niks meer mee. Gooi je die ook wel eens vuurwerk naar mensen toe? Nee. Moet je eens doen. Dat is echt lachen. Zonder meer leuk. Ja, nee. Zeker een beetje bier in je lijf hebt, dan is dat leuk om te doen. Lachen, man. En de mensen schrikken. Ja, leuk. Heerlijk. Goed, dat was het weer voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk gewoon weer met weer een brandende vraag. Vergeet natuurlijk niet te abonneren, te liken. Je kent het wel. En zoals we altijd zeggen... Ja, broodje Mario. Tot volgende week.